Pulsen. Eeuwig voortdurende pulsen. Weet je wat? We gaan ze tellen. Tel je mee? En vijf. Oh, ik heb maar één hand, dus ja, ik moet nu stoppen met tellen. Ja, eigenlijk heb ik een pulsenteller nodig. En weet je hoeveel pulsen er nu voorbij zijn gegaan? Ja, dat zou je eigenlijk moeten onthouden. Oftewel, je hebt eigenlijk nodig een geheugen. Dat komt goed uit, want we gaan nu het hebben over de pulsenteller en geheugen. We starten met de pulsenteller. Kijk, hier zie je al staan, tel pulsen. Dus dit hier is de pulsenteller. Nou ja, goed, als je pulsen wilt tellen, heb je natuurlijk wel pulsen nodig. En wat kun je daarvoor beter gebruiken dan de pulsgenerator? Dus ook die zullen we eigenlijk altijd nodig hebben als we de pulsenteller gebruiken. Goed, eventjes het digitale systeembord erbij voor een verdere uitleg. Goed, het digitaal systeembord. Hier heb je de pulsenteller. En met de pulsenteller kun je dus draadjes daar, daar en daarin doen. En daar, daar en daar en daarin doen. Er zit één knop bij. Dat is een knop van de pulsenteller. Als je hier op klikt, dan gaat hij resetten. Dat zal ik zo meteen laten zien. Nou, pulsenteller. Het woord zegt het al. Die telt pulsen, dus hij moet pulsen hebben. En daarvoor heb je bijvoorbeeld de pulsgenerator. De pulsgenerator zit hier op 1 hertz, betekent dat hij per seconde 1 puls afgeeft. Nou, ik trek een draad vanaf de pulsgenerator naar telpulsen. Dat zul je heel vaak moeten doen. Ja, zodra ik de draad heb bevestigd, begint de pulsenteller te tellen. En pulsen gaan 1 per seconde, dus hij telt ook 1 per seconde. Ja, als ik de pulsgenerator een beetje omhoog doe, ja, bijvoorbeeld 4 per seconde, dan zou je dus inderdaad ook per seconde 4 tellen. Dat is een beetje moeilijk bij te houden, dus ik zet hem weer op 1. Zo, nou, er is maar een display voor één getal, dus na de 9 gaat hij weer naar de 0 toe. En wat ik net zei, de resetknop. En als ik hierop klik, dan gaat hij naar 0 toe, maar hij gaat wel gewoon doortellen. Ja, het is niet zo van dat hij dan stopt met tellen. Je kunt hem wel stoppen, laten stoppen met tellen. En dat kun je met deze doen. Ja, hier kun je draadje steken en hier staat tellen aan uit. Hiermee kun je dus tellen aan of uitzetten. Zodra ik er een draadje in doe, en stel voor ik doe een draadje in en die doe ik naar de drukschakelaar toe. Zo. Ja, op dit moment ziet de pulsenteller van hey, ik heb een draadje in mijn tellen aan uit en op de draad zit geen spanning. En dan stopt hij met tellen. Hij gaat pas door met tellen als er spanning op de draad komt. Als de ingang hoog is. Dus op het moment dat ik hier op klik, ja, dan zie je dus dat hij weer verder gaat tellen. Ja, en zodra ik de drukschakelaar loshaal, zo, dan stopt hij met tellen. Je kunt ook zeggen van nou weet je wat, ik wil hem laten stoppen op het moment dat ik op de drukschakelaar klik. Hoe doe je dat? Nou, een klein handigheidje. Ja, ik ga eventjes het draadje wegdoen. Ja, dat is met de rechtermuis hierop klikken. En wat je dan doet is, je doet een draad hierop, maar je zorgt ervoor dat er altijd spanning op blijft staan. En dat kun je doen met, kijk, de inverter. Zo, als ik hier een draadje doe, de inverter, zolang hier geen spanning op komt te staan, zal de inverter ervoor zorgen dat hier spanning op komt te staan. En dus zal hij altijd doortellen totdat je hier spanning op zet. En dan ga ik een draadje van de drukschakelaar naar de inverter doen. Zo. En nu kan ik dus het tellen laten stoppen zodra ik hier op klik. Ja, ik klik hierop, klik. En dan stopt hij. Ja, zodra ik de drukschakelaar weer loslaat, zo, dan gaat hij weer door. Ja, dus dat is een handigheidje voor de inverter. Zo meteen ook nog wel een keer laten zien. Goed, even deze draden weg. Die draad weg. Nu ga ik eventjes naar deze stekkers. Althans, hè, waar je de draadjes in kunt doen. 1, 2, 4, 8. Ik hoop dat je daar het binair stelsel in ziet. 2 tot de macht 0, 2 tot de macht 1, 2 tot de macht 2 en 2 tot de macht 3. Ja, als ik hem eventjes... Het is wel niet zo makkelijk als ik hem ook zo nu dan kan laten stoppen. Ja, doe even een
draait je zo en stop. Kijk, nu staat hij op 3. En dat kun je hier ook zien, want 1 en 2 die zijn aan en 4 en 8 zijn uit. Dus je ziet inderdaad dat ze samen 3 zijn. Kijk, ook even laten zien. Hè, ik laat even een paar draadjes van 1 doe ik naar de led toe. Van 2 doe ik naar de led toe. Van 4 naar de led. Zo. En van 8 naar die led. En dan zie je dus inderdaad dat deze 2, die zijn aan. Dat betekent dus dat het 3 is. Nou, als ik hem een beetje verder laat lopen. 4, 5, 6, 7. Zo. Ja, 7 is de pulsteller. En je ziet inderdaad dat de leds branden, die horen bij 1, 2, 4. Ja, samen 7. Als ik hem nog 1 door laat doen, dan zou het dus op 8 komen. Dat zou betekenen dat het alleen de 8 aan is. Dat betekent dat deze led alleen brandt. Ja, eventjes eentje erbij. Zo, 8. En je ziet inderdaad alleen de bovenste led brandt. Ja, hier kun je verschillende dingen mee doen. Verschillende schakeling kun je ermee doen. En we zullen die eens een keer onder de loep nemen. Maar we gaan eerst verder met het geheugen. Nou, geheugen zie je hier staan. Ook weer eventjes digitaal nader onderzoeken. Goed, de geheugencel. Hier is de geheugencel dus. En we gaan even kijken hoe je die kunt gebruiken. Normaal als ik een ledje wil laten branden met drukschakelaar, nou, dan kan ik een draadje van daar naar daar toe doen. Zo. En als ik dan hierop klik, dan gaat het lampje branden. Maar als ik hem loslaat, ja, dan gaat hij meteen weer uit. Wat nu als ik hem zo doe en dat hij moet aan blijven? Wat je dan eigenlijk dus zegt is, hij moet onthouden dat ik erop gedrukt heb. Nou, onthouden, geheugen, heeft met elkaar te maken, oftewel de geheugencel. Ja, deze laat ik even weg doen. Ja, wat ik dan doe, ik ga een draadje van de drukschakelaar naar de geheugencel doen. De geheugencel heeft 2 ingangen. De ene, de S, dat staat voor set. En daarmee kun je het geheugen dus zetten, instellen. Als ik een draadje nu van de uitgang van het geheugen naar een led doe, zo, ja, dan is het nog uit. Maar zodra ik het geheugen instel, dus ik klik op de drukschakelaar, zo, dan blijft het geheugen onthouden dat je hier een spanning op hebt gezet, dat de ingang hoog is geweest. En je ziet dus inderdaad dat de lamp aan is en aan blijft. Ja, je kunt hem pas weer uitkrijgen door het geheugen te resetten. Ja, dat is de tweede ingang. Ja, als je dus weer een drukknop en dan zo daarheen doe, dan kan ik hem hiermee uitschakelen. Ja, als ik hem hier klik, dan gaat hij uit. Dus aan en uit. Ja, dat is het onderdeel voor de geheugencel. Een oefeningetje. Stel je voor, ik heb een led en ik wil graag dat hij pas gaat branden als het licht is. Ik wil niet zeggen dat het een nuttige schakeling is, maar één voor de oefening. Nou, wat heb je nodig? Een lichtsensor natuurlijk, want ik moet kijken van, hey, is het licht ja of nee? En een lichtsensor geeft een analoog signaal af, dus is duidelijk dat er maar één ding achter kan en dat is de coöperator. Nou, die twee verbind je met elkaar en op hoeveel volt moet de coöperator staan, de referentiespanning, dat wordt meestal gegeven. Dit keer zeg ik van, nou weet je wat, hij is 2 volt. En de uitgang van de coöperator, huppakee, naar het lampje en ik heb hem voor elkaar. Zodra het licht is, geeft de coöperator spanning af en de lamp gaat branden. Even op digitaal systeembord maken. Dan kan ik natuurlijk de sensor gebruiken, maar dat is een beetje vervelend werken met het digitaal bord. Zo'n sensor die geeft natuurlijk een spanning af. 0 als het donker is en 5 volt als het ontzettend licht is. En dat kan ik natuurlijk ook doen met de variabele spanning. En die staat nu op 1,4, maar stel je voor, ik doe hem even op 0. Zo, dan is het nu donker. En heel fel verlicht, dan is je op 5 volt. Dus daar kan ik eigenlijk het handmatig mee instellen, wat de sensor eigenlijk ook doet. Dus in plaats van de sensor gebruik ik de variabele spanning. Dus die verbind ik met mijn comparator. Zo. En de comparator verbind ik met de led. En ik zou hem op 2 volt doen. Zo, 2 volt.
En op het moment dat je dus nu hier een spanning hebt die hoger is dan die 2 volt of 2 volt of hoger, ja, dus, en nu is er genoeg licht en de led gaat branden, ja, het punt is natuurlijk wel van ja, op het moment dat er niet genoeg licht is, ja, dan gaat het weer uit. Ja, dus daar moet je eigenlijk nog iets voor verzinnen. En stel je voor dat je de led aan wilt houden, hoe ga je dan te werk? Oftewel, stel je voor, dit wordt gevraagd, een led moet gaan branden en blijven branden zodra het licht is geweest. Ja, dus moet een keer licht zijn geweest en dan moet je aan het ledje kunnen zien van, oh, het is licht geweest, ook al is het op dat moment donker. Nou, betekent dus dat je het moet blijven onthouden en dat betekent dat je gebruik moet maken van een geheugencel. Ja, dat is het enige wat je hoeft te doen. Ja, de comparator die zorgt ervoor dat de geheugencel wordt gezet. En de geheugencel die gaat dan het lampje aansturen. Vaak als je geheugencel gebruikt, dan doe je ook even een schakelaartje erbij. Om ervoor te zorgen dat je geheugen ook wel weer kunt resetten. Dat is in de praktijk toch wel ontzettend makkelijk. Oftewel, dit draadje even wegdoen. Ja, want je gaat eerst een draadje naar het geheugen doen. Ja, en van het geheugen naar de led. Zo. En ook nog eventjes een reset knopje bij doen. Op deze manier. Ja, dus nu als het licht is. Ja, dan gaat het ledje branden. Ja, en ik wil hem graag brandend houden. Ook als het minder licht wordt. Ja, zodat ik weet van, hé, er is een keer licht geweest. En je kunt hem met de drukschakelaar klik uitschakelen. En klaar is mijn schakeling. Een verval. Ja, stel je voor, je hebt een lichtbron. Ja, die schijnt op een lichtsensor. Ja, en ja, waarom zou je dit eigenlijk doen? Nou, er zijn ook in deze wereld personen die minder vriendelijk zijn dan de gemiddelde mens. En stel je voor dat zo'n persoon jouw winkel gaat betreden buiten sluitingstijd. Dan wil je toch wel graag weten dat er iemand is ingebroken. Oftewel, als zo'n persoon de winkel nadert, doorbreekt hij de lichtsignaal en op dat moment wil ik graag dat een alarm afgaat. En natuurlijk moet het alarm ook blijven gaan. Dus wat ik eigenlijk wil is het tegengestelde van wat ik zo net heb gemaakt. Ja, zo net heb ik gemaakt dat als het licht is, hè, dan moet een led gaan branden, dan moet het alarm afgaan. Maar nu wil ik graag dat zodra het eventjes donker is geweest, dan moet de led gaan branden en blijven branden. Dus net aan de zon, ik ga dit even wegdoen, en net aan de zon, ja, betekent dus dat je gebruik moet maken van de inverter. Ja. De inverter, die zal immers, als het donker is, juist actief worden, en als het licht is, wordt hij niet actief. Oftewel, dit is nu het gegeven, dit is de schakeling die het hem doet. Dus wat er moet gebeuren is, dit draadje, ja, dat ga ik eerst even wegdoen. Zo, en de uitgang van de comparator, dus eerst naar de inverter, ja, en dan van de inverter een draadje naar het geheugen. Zo, en nou doet hij het. Ik zal eerst even het geheugen resetten. Zo, ja, nou je ziet dus, het alarm is uit. Waarom? Ja, de lichtstraal die is nog niet onderbroken. Ja, nu maak ik het een klein beetje donkerder, dus ik verlaag de spanning onder de drempelwaarde. Ja, dus ik doe deze lager. En je ziet dus op het moment dat ik het lager doe, dan gaat de led inderdaad branden. Ja, en als de persoon dus de lichtstraal weer heeft doorlopen en de lichtstraal gaat gewoon weer door, ja, dan zal dus het geheugen ervoor zorgen dat de led, oftewel het alarm, blijft gaan. En je wordt gewaarschuwd dus als er bezoek is. Ten slotte een opgave waar alles bij elkaar komt. Titel is de zon geweest en daar gaat het ook om. Ja, dit is de opgave. Lees maar even door. Ja, het gaat erom van op het eind van de dag moet iemand kunnen zien van hey, is er vandaag wel zon geweest? 5 seconden lang. Ja, dan moet een led gaan branden. Nou, als je door hebt gelezen, dan moet je eruit halen dat het gaat over licht. Ja, zonneschijn in ieder geval. Het gaat over een bepaalde tijdsperiode, 5 seconden.
En er moet iets onthouden worden. Ja, de led moet blijven branden, ook al is de zon daarna weer verdwenen. Nou, licht, zonneschijn, dus de lichtsensor. En de uitgang van de lichtsensor moet altijd worden aangesloten op precies de comparator. 5 seconden moet blijven branden, oftewel je hebt de pulsentel nodig en vanwege die pulsen heb je natuurlijk ook de pulsengenerator nodig. En tenslotte blijven branden betekent dus dat je het geheugen nodig hebt. Goed, op het moment dat de zon begint te schijnen, dan moet er geteld worden. Oftewel, je moet dit altijd tellen, nee pas als de zon begint te schijnen. Dus om het tellen aan en uit te zetten, ja, zul je dus de ingang aan uit moeten gebruiken van de pulsenteller. En zodra de zon niet meer schijnt, ja, dan moet de pulsenteller dus niet alleen stoppen met tellen, maar hij moet, als daarna het weer opnieuw begint te schijnen, de zon, moet je opnieuw beginnen te tellen vanaf 0. Ja, want als je 1 keer 2 seconden heeft gebrand, de zon, en daarna 3 seconden is samen misschien nog 5, maar niet 5 seconden achtereen. Dus ja, zodra de zon verdwijnt, ja, moet de pulsenteller worden gereset. Goed, hier hebben we een eerste opzet. De lichtsensor aangesloten op de comparator. En op het moment dat er genoeg licht is, moet de pulsenteller gaan lopen. Nou, hier heb je de pulsenteller en als je die tekent, moet je eigenlijk ook meteen eventjes de pulsgenerator tekenen. Goed. Op het moment dat er genoeg licht is, moet je gaan tellen. Oftewel, ik moet de uitgang van de comparator verbinden met de aan-uit ingang van de pulsenteller. Op het moment dat er geen licht is, zal dus de uitgang van de comparator laag zijn. Ja, die is laag. En op het moment dat er geen licht is, moet de pulsenteller worden gereset. Oftewel, dan moet de ingang van de reset bij de pulsenteller moet hoog zijn. Nou, hoe krijg je dat? Dat als je dus hier laag hebt en daar moet het hoog zijn, ja, net tegenovergestelde, oftewel je hebt nodig een inverter. Nou, die doet het werk voor mij. Ja, ik ga de uitgang van de comparator verbinden met de inverter en de inverter op de reset en ik heb mijn eerste start helemaal klaar. We gaan verder. Want er moet nog meer gebeuren, want na die 5 seconden, ja, moet de led gaan branden. Maar hoe detecteer je die 5 seconden? Nou, die pulsenteller die heeft dus een bepaald aantal uitgangen. En je hebt een uitgang van 4 en van 1. En als die beiden hoog zijn, dan heb je dus 5 seconden. En na die 5 seconden moet de led blijven branden. Dus na die 5 seconden moet het geheugen worden gezet. En die moet de led aansturen. We gaan weer naar onze schakeling. Nou, hier hebben we hem. Dus 5 seconden, oftewel dat is uitgang 4 en 1, moeten samen hoog zijn. Ja, betekent dus dat ik een N-poort nodig heb. Nou, en die verbind ik met 4 en met 1. Kijk, als ze dan samen hoog zijn, dan wordt de uitgang van mijn N-poort ook hoog. En dan kan ik dus daarmee het geheugen zetten. Nou, dan kun je daar het lampje aan doen en op dit moment doet hij het al, maar hè, met nog geheugen vaak even een drukknopje om natuurlijk hem te resetten. En dit is de gele schakeling. Ja, eventjes digitaal. Ja, ik heb hier een sensor, maar in plaats van de sensor gebruik ik wel weer even de variabele spanning. Die sluit ik aan op de comparator. Zo, daarheen. Ja, de comparator. Ja, die sloot ik aan op tellen aan uit. Let op, hier komt zo meteen nog iets aparts bij. Maar goed, ik doe eerst even zo. Ja, die doe ik daarop. En daarna moet ik dus de pulsgenerator nog eventjes daarop doen. En nu komt het. Ik heb dus in mijn tekening, ja, dat de uitgang van de comparator ook op de inverter. En dat de inverter op reset komt. Alleen in het digitale systeembord, als ik nu een extra draadje wil doen, dus van daar naartoe, ja, op deze manier, kijk, dan verdwijnt de andere draad. Hij kan maar één draad tegelijk doen. Nou, daarvoor hebben we hier een splitter. Ja, wat ik dan ga doen, ik ga een draadje van mijn uitgang naar de
ingang van een splitter doen, zo. Ja. En dan kan ik hier vandaan eentje naar mijn tellen aan uit doen. En eentje naar mijn inverter. Ja, dus ik kan niet rechtstreeks hier twee draden doen, maar via de splitter kan ik wel twee draden en zelfs nog drie draden doen. Goed, dan de uitgang van de inverter naar mijn reset, zo. Ja. En dan krijg ik dus, hè, let op, hè, het is nu nog licht, maar als ik nou donker doe, zo, donker, ja, dan stopt mijn pulsenteller en er wordt ook meteen gereset. Zie je, ik ga weer een beetje meer licht doen, dus 2, ja, hij begint te tellen en het wordt weer donker en hij stopt met tellen, hij is weer 0. Goed, hierna 5 seconden, dus ik verbind 4 met de endpoort en ik verbind 1 met de endpoort, zo, en de endpoort die gaat het geheugen zetten en het geheugen die gaat tenslotte mijn ledje laten branden, zo, en even een drukschakelaar aankijken, ik zie mijn led gaat er branden, betekent dus dat het geheugen al gezet is waarschijnlijk van vorige oefening, dus ga je hem zo doen, zo, en het geheugen resetten, ja, dan zie je dus dat hij uit is, nou, even een beetje zon erbij. Ja, zon en weer schaduw. Zo, ja, nog niet 5 seconden zon geweest. Nu doe je 5 seconden zon. Ja. Ja, en na 5 seconden moet als het goed is de led gaan branden. En jawel hoor, hij gaat branden. Ja, op het moment dat er nu geen zon is, ja, dan gaat de teller misschien wel op 0. Maar het geheugen is wel dusdanig dat de led blijft branden. Geweldig. We gaan weer even terug. Ja, terug naar het simpele systeembord. Maar je ziet al, voor je het weet, heb je een redelijke spaghetti. Pas daarvoor op. Voorlopig is dit het eerst. Tot ziens.